YouTube is een miljoenenbusiness. Maar bekende YouTubers willen niet vertellen hoeveel ze per view krijgen. Dat mag niet volgens afspraken met YouTube. Maar uit eerdere berekeningen blijkt dat ze tussen de 30 cent en de 4 euro per 1000 views krijgen. De video's van Enzo Knol worden dagelijks gemiddeld 1 miljoen keer bekeken. Knol verdient geld aan de advertenties die voor, in en naast zijn video's komen te staan. Van de miljoen kijkers heeft gemiddeld de helft adblockers aanstaan, waardoor de YouTuber er nog maar de helft aan verdient. Per 1000 views krijgt een vlogger zo'n 3 euro. Dan kom je na een simpele rekensom bij Enzo Knol uit op 1500 euro per dag, per maand 45.000 euro en een jaarinkomen van ruim een half miljoen euro. Voor Enzo Knol en andere grote YouTubers is dit niet de enige inkomstenbron. Zo heeft hij zijn eigen webshop met shirts, petjes, truien en zijn er betaalde meet and greets. Treinsurfer Willem Vink, een beginnend YouTuber, heeft na één dag al bijna 400.000 views met zijn video gehaald. Daarmee heeft hij al snel 1000 euro binnengesleept. De bekende YouTubers hebben allemaal al honderdduizenden abonnees. En de nieuwe YouTubers, de nieuwe vloggers, die moeten dus de gekste dingen uithalen om nieuwe abonnees, nieuwe volgers te krijgen op hun YouTube kanaal. Heb je die vlog gezien van Willem Vink? Ja, ik heb hem gezien. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel raar dat hij dat deed. Ja, ik vind hem best wel gaaf eigenlijk. Ja, waarom? Omdat ik het zelf niet zou durven. Maar het is toch enorm gevaarlijk? Ja, nou en? Maar gaan vlogs niet eigenlijk veel te ver? Ja. Ja? Soms wel, ja. Voor de kijkers dan, ja. Maar toch kijk je? Ja, het is wel iets bijzonders eigenlijk. Ik vond hem grappig. Ja, waarom? Ik vond het leuk hoe ze op de trein gingen rijden in plaats van in de trein.